Wat ik goed vond aan Hanna, nou, het was heel duidelijk. Ze keek echt heel goed hoe de belichting was en hoe mijn gezicht mooi uitkwam. Dus het standpunt van fotograferen. Ik heb de foto's al op de kleine beeldjes gezien en dacht van wauw. Dit zijn echt hele mooie foto's, dus ze heeft echt oog voor de manier waarop ze mij op beeld zet. En zij heeft ook ontzettend veel mensenkennis. Waardoor ze ook, gewoon door misschien maar een paar woorden te zeggen, ook juist gevoel kan overbrengen. Waar ik dan weer iets mee kan. En ja, ze heeft vooral eigenlijk mij heel erg mezelf laten zijn. Dus ze heeft een fantastische plek uitgezocht. Ik vind haar een hele mooie en hele bijzondere en zeker ook een uniek persoon. En een uniek fotograaf. Wat ik heel leuk vind aan Hanna, dat ze echt heel natuurlijk zelf ook is. En daardoor is het denk ik voor mij belangrijk dat ik ook heel erg voel dat ik mezelf mag zijn. En dat ik helemaal niets hoef te forceren. Ik hoef gewoon alleen maar mezelf te zijn. En dat ging ook heel erg natuurlijk. En ik voelde ook dat het gebeurde. En ik denk dat dat een fantastische kwaliteit is van een fotograaf.